Moody's is een gerenommeerde ratings agency, een agentschap dat landen beoordeeld en dan wordt er naar een aantal zaken gekeken. Ze hebben zo'n matrix waarnaar wordt gekeken. De matrix laat zien waar de risico's zijn, politieke risico's, sociaal-maatschappelijke risico's, financiële risico's. En wat ze dan doen is ze volgen de ontwikkelingen van een land met betrekking tot hun economie, om zodoende aan de internationale kapitaalmarkt signalen te geven welke richting zo'n land op gaat. Gaat dat land de goede richting op? Blijft het een hoger risicoland? Verbetert het? En om de verbeteringen of de verslechteringen aan te geven, is er dan een score dat we een sovereign rating noemen. Dat is wat wordt bijgehouden en wordt gepresenteerd aan de wereld. Om kenbaar te maken aan de wereld wat de positie van het land op dat ogenblik is. En dat is gisteren gebeurd. Het is natuurlijk niet gisteren beoordeeld, maar dat proces is vooraf aan voortgegaan. Ik was zelf ook betrokken bij de besprekingen met Moody's in Paramaribo, een paar weken terug. Een heleboel mensen gesproken en entiteiten en organisaties gesproken. Om zo een betere beoordeling te maken. Je moet zich voorstellen, het is niet makkelijk om van achter een bureau met wat cijfers zo'n beoordeling te maken. Je moet in dat land aanwezig zijn en met verschillende entiteiten praten. Die je een vollediger beeld geven van wat er reëel ten zeilt. En dat confronteer je natuurlijk met de cijfers. Je confronteert het met de perceptie die het buitenland heeft over het land. Buitenlandse bedrijven hebben over het land. Zo kom je dan tot een rating. De rating is een. We merken dat er twee stappen vooruit zijn gegaan. Ik kan me niet herinneren wanneer Suriname voor het laatst met twee stappen vooruit is gegaan. Maar het is natuurlijk een combinatie geweest van het beoordelen van de voortgaande hervormingen in die economie. En natuurlijk wat daarna bij kwam was de final investment decision dat door Total Energies en APA is uitgebracht. Dat heeft natuurlijk ook flink geholpen bij het verbeteren van de financiële positie van het land. Vooral bekeken met de bril naar de toekomst. Van stabiel naar positief wil natuurlijk zeggen dat is een stukje verbetering. Positief wil zeggen dat, nogmaals kijkend met de bril nu naar de toekomst, is dat de ontwikkelingen die nu zijn geconstateerd, die positieve ontwikkelingen zich naar verwachting zullen voortzetten in de toekomst. Dat zal natuurlijk zorgen voor een sterkere munt in de toekomst. Ook een sterkere economie in de toekomst. En dat is wat men bedoelt met een positief vooruitzicht. Natuurlijk zou niet in evenwicht zijn als zo'n rating agency ook niet de risico's zou aangeven. En de risico's zijn er. De risico's zijn niet te ver van ons bedshow. Dus we moeten niet denken van we zijn er al en het zijn wat kleine risico's. Nee, de risico's zijn er. En de risico's hebben natuurlijk te maken met afstappen van het hervormingspad, ook in de toekomst. Zal natuurlijk ervoor zorgen dat we waarschijnlijk weer een situatie zullen krijgen waar die economie weer gaat verslechteren. Dus we moeten voortgaan in het versterken van die economie met die hervormingen. Anders de kans dat het verkeerd gaat is niet klein. Dus dat wordt ook aangegeven in de rating. En dan bekijkend vanuit de buitenwacht, hè, is dit een van de belangrijkste aangrijpingspunten voor het buitenland om na te gaan hoe en of zaken gedaan kunnen worden met Suriname. Het gaat dan vooral om investeringen. Men wil zijn geld niet stoppen in een land waar de vooruitzichten niet goed zijn en waar er nog heel veel economische risico's, politieke risico's aan verbonden zijn. Dus met zo'n rating verbetert natuurlijk de positie van Suriname in het buitenland voor wat betreft het aantrekken van investeerders. Wat je ook hebt is dat door deze hogere rating Surinaamse bedrijven die dat kunnen ook tegen betere voorwaarden kapitaal kunnen verwerven op de internationale kapitaalmarkt. Het is geen publieksgeheim dat staatsolie straks zal participeren in de offshore olie met Total Energies en APA voor ongeveer 20%. En de gang naar de kapitaalmarkt wordt enigszins vermakkelijkt voor staatsolie met een betere sovereign rating dan voorheen. Dat wil zeggen dat staatsolie tegen iets wat betere leningsvoorwaarden, lagere rentes misschien, dat zij geld kan aantrekken.
maken om straks te kunnen participeren offshore. Ik denk dat dat een van de belangrijkste uitkomsten zal zijn voor het land als staatsolie straks tegen betere voorwaarden geld kan aantrekken.